Sound of Silence, the inspiration that in my opkomt over the Sound of Silence is, hoe stil het is van binnen. Hoe stil het is van binnen van mij, maar hoe het niet zo stil is bij iedereen. En die had wel iets over van de neon god. Well, dat is gewoon een smartphone, telefoon. Dat is de neon god. En hij zei, mensen worshipped de neon god, de smartphone. En de smartphone, die vertelt je alles. Hij zei, wat doet je in Houten koffie te drinken? Vond je het leuk daar? Wil je even raten? 5 sterren geven? Nee, dat wil ik niet. Ik logged in op Facebook en Facebook zei, die wil bitcoin verkopen aan mij. Ik wil geen bitcoin. En dan wil ze wel mijn goud verkopen en ik wil mij miljonair maken. Ik wil niet een miljonair. Ik wil gewoon een expressie geven op mijn leven, mezelf te zijn. En in dit wereld, de neon god, Google, die geeft ons heel veel dingen en heel veel opties en heel veel dingen om ons te inspireren of zeggen, gaan we hierin of gaan we daar denken of word jij eigenlijk wel een mens dat geleid wordt door iets dat je ziet op Facebook, iets dat je ziet op Google, iets dat je ziet buiten jezelf. En heel vaak is het in leven, zijn wij geleid door de dingen dat wij buiten onszelf ziet. En als iemand vraagt mij, heb je een goede dag? Ik zei, ja, ik heb een goede dag. Maar sommige mensen vragen, heb je een goede dag? Nee, heb jij het journaal gezien? Nee, ik heb het niet gezien. President Trump heeft gezegd, alles is fake news, so ik geloof hem wel. Het is wel apart, want als we praten over journaal, we praten over de nieuws. Ik weet wel, toen een vliegtuig naar beneden geschoten was in Russia, had de Russians gezegd dat de anderen deden, en de anderen hebben gezegd dat de Russians deden. Maar in Russia, de nieuws was anders. Het was heel anders dan wat het was hier. En ik dacht wel, wow. Misschien heeft president Trump ook gelijk. Als je over nadenkt, wat is de realiteit van de mens? Wat is de realiteit van de mens? Is de realiteit van de mens wat voorgekauwd wordt voor jou? Is de realiteit van de mens wat wij zien in de glossy magazines, hoe wij die uit moeten zien? En als je kijkt, en je ziet iedereen zo geweldige popstar leven hebben en alles kan en alles is geweldig, dan kan je wel soms in jezelf gaan wel voelen van, hey, wacht even, maar, en ik dan? Hoe ben ik in dit leven? Hoe sta ik in dit leven? En hun heeft allemaal geluk, maar waar is mijn geluk van binnen? Waar is mijn geluk? En dat kan heel erg mensen raken. En je kan voelen in dit wereld, ondanks dat het een wereld is met heel veel multimedia en heel veel mogelijkheden om te verbinden met elkaar. En eigenlijk verbinden niet met elkaar. Dus we zijn te veel bezig met die smartphone of met wat anders. Of ons bezig houden. Nou, als we lang genoeg onszelf bezig houden, dan hebben we onze ogen dicht en zien we niet wat rond ons in gebeurt. En missen wij de mooie dingen in het leven, zoals hier staan, jullie in de ogen kijken, zonder bril, geweldig. maar het is een moment, en het is een sprankelend moment dat je kan genieten van, yes, ik leef. Ik sta hier voor jullie in onzekerheid. Waarom sta ik in onzekerheid? Ik moest opstaan om te spreken. Maar jij kan opstaan in onzekerheid. Onzekerheid is niks mis. Het is staan en geloven dat jouw gevoel genoeg is in dit wereld. En als jij staat en je spreekt en je gevoel genoeg is, dan spirit komt samen met jou om te spreken. Because spirit vindt het geweldig dat mensen staan op voor gevoel. Mensen staan op voor verbinding. Mensen staan op voor inspiratie. En inspiratie kan je niet vinden
met de perfect coach dat gaat je de volgende miljonair maken met The Secret. Nee, inspiratie is iets dat in jouw ziel is, in jouw wezen, voor wie je bent. Het is in jou. En ik zeg altijd, alles is in jou. Men zegt, ja, maar dat kan niet, want ik ben verteld dat dat niet kan. Hij zegt, ja, maar het kan wel. Want alle mensen zijn hetzelfde. Alleen andere karakter, andere ego-stukken, andere levenspaden, andere dingen. Maar eigenlijk zijn we van dezelfde ding. We hebben allemaal bloed, we hebben allemaal botten, we hebben allemaal ons eigen framework, we hebben allemaal diezelfde organen. We zijn allemaal gelijk in dat vorm. Energetisch gezien zijn we ook allemaal gelijk. Energetisch gezien zijn we allemaal, we hebben allemaal een chakrasysteem. En een chakrasysteem, we hebben een hele grote chakra hierboven. Weet iemand dat, wat dat voor is? Dat is om de connectie met boven te hebben. En dan heb je hierin, de derde oog, om alles te zien. Inspiratie zien, vooruit zien, inspiratie. En ook de zienheid. Mediums gebruiken die derde oog om te zien spirit. Maar jullie kunnen ook wel gebruiken om te zien spirit. Je kunt ook wel gebruiken om te zien jouw pad. Het is mogelijk, het zit in je. Je hoeft alleen maar in te geloven. Jullie hebben ook wel andere chakras, die zijn ook wel belangrijk. Weet je? Je gevoeligheid is dicht bij je maag. En daar is je verbinding ook wel met mensen. Want als je gevoel kunt verbinden met een andere, dan ben je echt verbonden. En je kan iemand in de ogen kijken met liefde en begrip. En dat kan meer doen voor een mens dan 100 woorden. En dat kan meer doen voor een mens dan een plaatje. Dus als wij echt elkaar in de ogen gaan kijken. En we gaan echt elkaar zien voor wie we bent. Dan moet je kwetsbaar opstellen. En ik zei, ja, kwetsbaarheid is niet zwak. Kwetsbaarheid is de nieuwe, wat ik zeg in Engeland, a power. Kwetsbaarheid is te laten zien dat je sterk genoeg bent om te laten zien dat je kwetsbaar bent. So dan ben je niet zwak. Je ziet, als je kwetsbaar bent, dan heb je geen barrières. Je hebt hem niet nodig. Mensen kunnen komen en gaan. Maar als je open bent, zoals dat, dan kun je verbinden. Kun je mensen raken, je kunt met mensen begrijpen en je kunt met mensen genieten in 5D leven. Zo, je hebt wel 3D leven, hè? Dat is wel zoiets. 4D leven, iemand spreekt zo, ik hoor wel wat. En je 5D leven, je voelt dit en je verbindt en je bent wel met mensen en je denkt, goh, wat geweldig dat er zoveel mensen bij elkaar zijn gekomen vandaag en wat geweldig dat die allemaal voelen anders. Iedereen heeft de eigen licht. Ik was toen een keer, ik vroeg Spirit World, gidsen, ik vroeg hem in een of andere seance, jaren terug, ik vroeg, hoe ziet de Spirit World ons? En weet je wat de Spirit World zegt? Die zegt, wij zien jullie voor je licht. Iedereen heeft een andere kleur licht. Een andere frequentie. Een blauwdruk van jou is dat licht. So, dat is hoe de Spirit World ons kan zien. En dat is hoe de Spirit World kan ons vinden. Ik vond dat een geweldig antwoord. Ik had zoiets na. So, de blauwdruk van ons is dat licht. Dat spirit en ziel in ons is dat blauwdruk van wie we bent. En als wij verbinden met dat blauwdruk en niet met de neon god, dan komen we wel achter dat wij heel wat waard zijn. En dat zelfwaarde komt van binnenuit. Ik kan wel naar anderen gaan en zeggen, hey, zit mijn haar goed uit? Ja, mooi. Of ik kan zelf vragen, kijken in de spiegel, nou, weet het niet. Maar dat gaat het niet om. Want als ik kijk in de spiegel en ik zie mijn ogen, en ik denk, nou, de ogen zijn mooi genoeg. Het gaat niet om hoe de haar eruit ziet. Het gaat erom van binnen hoe je er bent. En het gaat om de binnenkant. Want
Er zijn zoveel mooie mensen in dit leven aan de buitenkant, maar van binnen is niks. Dus die zijn nog steeds bezig met dat buitenkant en die missen de binnenkant. Weet je, ik hou heerlijk van die Rolo chocolades van Engeland. Dus aan de buitenkant zijn ze heel hard, aan de binnenkant zijn ze heel zacht en smorig. En ik denk, aan die soort mensen hou ik wel van. Ik hou niet van de mensen die zeggen, ja, ik heb geen tijd voor jou nu, dus ik ga straks, wat zei je? Ja, is goed. Die krijgt de halve mee. En eigenlijk, als wij 100% in leven staan, in ons kwetsbaarheid, en 100% in leven staan voor wie we zijn, en geloof dat, nou, ik accepteer dat ik goed ben, dat mijn haar niet zo heel denderend is, maar het gaat erom van, ja, zelfacceptatie. Zelfbeeld. En zelfacceptatie en zelfbeeld is gewoon heel simpel. Accepteer jezelf zoals je bent. Je bent de beste versie van jezelf vandaag. Jij bent de beste versie van jouzelf vandaag. Met alle problemen, alle dingen in je leven dat gebeurd is. Jij bent de beste versie. You're a survivor. Je bent hier. En dat beste versie is ook goed genoeg. Dan hoef je niet te zoeken in de boeken. Je hoeft niet te zoeken op Google. Je hoeft niet te zoeken, heb je het wel goed gedaan? Je hoeft niet te reflecteren wat je hebt gedaan in je leven. Want jouw energie en jouw versie van jezelf vandaag is goed genoeg. En daar ben ik heel erg blij van. Je hoeft alleen zelf te geloven. En mensen, als je één keer in jezelf gaat wel kijken van, ik neem tijd voor mezelf. En je gaat in jezelf voelen. Dan voel je wel je mogelijkheden. Maar je gaat het niet vinden als je in de buitenwereld gaat kijken. Het is binnen. En net zoals zij, ik geloof in die immense mogelijkheid van mensen, which betekent als je een chakra systeem net zoals ik, dan kun je net zo mediumschap doen als mij. En als je een chakra systeem zoals ik heb, because anders, als het niet zo was, dan had je geen derde oog. Waarom zou je een derde oog hebben? Dan kun je toch mediumschap doen. Jij zou niet dezelfde chakra systeem hebben. So, ja, wat wij doen is wel bijzonder, maar voor mij is het allemaal normaal, weet je. En dat is de verschil. Jullie kijken naar mediumschap, maar eigenlijk, jullie zijn ook inspirerend mensen die ook zoveel kunnen. En wat in je is, dat weet je ziel het. Because je ziel wordt blij als het de goede woorden hoort. Je ziel wordt blij als je weet, goh, dit is de waarheid. En het komt binnen. Net zoals een droplet van God inspiratie brengt in mensen. En als het binnenkomt, dan denk je, goh, dat is de waarheid. Dat past wel bij mij. Dan is het wel goed voor jou om dat te doen. So de mogelijkheden die in je bent, zijn er. Alleen de blinde vlek is, ik heb altijd zo gedaan, ik heb altijd zo geleefd, zo ik zou nooit wat anders worden, zo ik zou zo blijven. Geloofsovertuigenis, hè? En dat geloofsovertuigenis, die houdt je tegen om te worden dat nieuwe versie van jezelf. Which is morgen, niet vandaag. Elke jaar hebben we allemaal een cultuurding. We zeggen, nou, 2017 is klaar. En nu de beste versie van mezelf gaat stappen into 2018. En dan, yes, de nieuwe improved versie. Slimmer, aantrekkelijker. En dat versie is allemaal in rond de kersttijd. We gaan door een spiritual periode. En we zeggen, nou, oh ja, ik ben zo spiritueel. Iedereen is zo spiritueel, iedereen is zo lief. Allemaal knuffelen. Leuk. En dan kom je in januari en je ziet jezelf de mensen. Hey. Waar zijn alle spiritual mensen gegaan? Maar dat is een beetje van de off the point. Maar als we teruggaan van de stap van 2017 tot 2018. Wij laten los alle dingen die ons belemmerd heeft.
Iedereen net op een natuurlijke manier in elke cultuur en die laten wat los dat het belemmerd heeft. En die stappen into een nieuwe versie van themselves. En als die voelt in de nieuwe versie van themselves, zeg je, yes, ik ben hier. De nieuwe versie. Ik geloof dat 2018 een topjaar wordt. En dat geloof, dat houdt ons helemaal door januari, februari, maart. En dan zeggen we, wanneer komt 2019? En weet je, het is wel heel herkenbaar, en jullie lachen wel, omdat het herkenbaar is, maar het is wel iets dat wij doen. Zo eigenlijk uit natuur kunnen wij vandaag stappen in de beste versie van onszelf. En het is een bewuste keuze dat je maakt, dat je zegt van vandaag, ik ga gewoon de beste versie van mezelf. Ik ga mezelf accepteren dat ik goed genoeg ben. Ik ga mezelf accepteren dat ik hoef niks te veranderen. Ik ga mezelf accepteren dat het leven is goed zoals het is. En mensen, je zou merken dat andere mensen denken, goh, wat leuk dat je vrolijk bent. En het is allemaal te doen met kleine veranderingen in jezelf. Je mag onzeker voelen, maar als je stapt into je vertrouwen, dan heb je wel vertrouwen. Je kan moeilijk dingen in je leven hebben dat jou wel niet in jouw balans houdt, maar als je naar binnen gaat, naar de sound of silence in je ziel, dan voel je wel in jezelf van, ik heb de power om door te gaan. Ik heb de kracht om mijn leven voort te zetten. Ik kan wel wat verandering brengen in dit leven, zolang als ik in geloof. Zolang als ik geloof in mezelf. Nou, ik geloof in God. En mijn oma zei tegen mij, toen we naar de kerk gaat, zitten, kijk naar voren, en daar is de priester en hij brengt God. En ik ben daar als kind en zei, nou, waar is God dan? En ze zegt, God is in de kaarsje daar vooraan, in dat rode ding, dat is, daar, als dat aangestoken is, dan komt God. Zeg ik de hele dienst kijken naar de kaarsje? 5 jaar, ik denk, geweldig hè, dat licht. En dat was voor mij de beste expressie van God. Because ik kon niet begrijpen dat het een man was. En ik kon niet begrijpen dat het wel, überhaupt dat was. Because voor mij voelt God veel groter dan wat voorgeschreven was. Maar het hield mij wel rustig. En ik keek naar de kaarsje en ik keek naar de licht. En dat wel geloof is geloven in dat licht dat iedereen verbindt. Ik dacht, wauw, dat is toch mooi, hè? Geloof is eigenlijk geloven in dat licht dat iedereen verbindt. Dat immens licht dat een intelligentie heeft, dat alles omleeft. En alles is connected met dit grote licht. Dat is immens, intelligentie dat iedereen verbindt. En het moment dat je geboren bent, komt een droplet van dat licht in je ziel. En je denkt, wauw, dat is toch mooi. Dat gebeurt als iemand geboren is en ik zie een kind in leven komen voor de eerste keer ademhaling. Dan denk ik, wow, daarom leef ik. Om te zien dat droplet van God in een kind geboren zijn. En wat mooi is, wij hebben dat droppel God in ons allemaal. En we vergeten het. En daarom zeg ik wel tegen jullie, weet je echt wat in jou is, wat in jouw mogelijkheden is, wat in jouw ziel is, wat je gegeven wordt toen het moment je geboren was, weet je dat? Nee. Maar als je verbindt met binnen en je voelt het diep van binnen, dan is er die immense mogelijkheden van de mens. En je hoeft alleen in te geloven. En als je gelooft in dat droplet in God in jezelf, dan ben je verbonden met God, because je bent een deel van dat. En het is niet egotistisch. Vergeet mij, het is niet van, oh God, ik ben de nieuwe guru, ik ben de nieuwe spiritueel iemand, because ik geloof in mijn droplet van God. Dat niet. Het is gewoon verbinden gewoon met de ziel in jezelf van oké, ik wil dit beste versie, dit uitstraling, dat licht dat ik zag in het begin in de kerk en laten uitschijnen,
zo je leven te leven, kan mensen helen, kan mensen liefde geven, kan mensen naar een hoge vibratie brengen, zonder veel te doen. Gewoon jezelf zijn. Because net zoals ik zei, de beste versie van mezelf is hier vandaag.